Deze beschouwing. Die is voor het slapen gaan. Ook voor mijn slapen gaan. Het is 11 uur 's avonds. Zondag 21 juli. En morgenochtend ben ik weer ondersteuner. Interieurverzorger. <laughs> ja, gewoon schoonmaker. Bij de gehandicaptenzorg. En ik moet om half tien beginnen. Ja, dat wordt een lange dag. Ik moet doorgaan van half tien tot half drie. Dus vijf uur op de voeten staan. Maar eerzaam werk. Ik ga deze beschouwing die ga ik houden. Over de Katholieke Kerk. Ik heb het mij voorgenomen om het daar vaker over te gaan hebben. Want eigenlijk is het het enige onderwerp waar je het over moet hebben. Er is een oud spreekwoord en het zegt: Alle wegen leiden naar Rome. Ja. Er is ook dat uh, gedicht van Wim T. Schippers. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Ja. Alle wegen leiden naar Rome. Het lijkt bijna te simpel voor woorden: hè? dat je alle narigheid op deze wereld, en dan bedoel ik de narigheid op grote schaal, dat je die kan toeschrijven aan één partij. En toch is het zo. Iemand als uh, Frederik Tupper Saucy, die Amerikaanse auteur van het boek uh, *Rulers of Evil* (heersers van het kwaad, heersers van het kwaade), moet je misschien zeggen *Rulers of Evil*. Herscher des Beuzen, het Duits. Hij heeft ook nog een ander boek geschreven, by the way. Iets met dingen on Wall Street of zo. Uh, Frederick de Prozessor, die beschrijft uh, uitgebreid hoe de katholieke kerk door de eeuwen heen, haar intriges heeft gespeeld, achter de schermen heeft geopereerd en ons bij voortduring uh, te slim afwas. En Frederik Deppersorzi is uh, nogal hard in zijn oordeel en zegt: kijk, met een dermate, ondeugdelijk volk. En daarmee bedoelt hij ons, hè, burgers. Ja, ja, een stelletje eikels kunnen alleen maar geleid worden door een super-eikel. Dat is wat Frederik de Persoosie zegt. Dus heb je een wereld met voornamelijk goede mensen... dan zouden wij ook een goede heerschappij kunnen hebben... Maar bestaan wij voor het grootste deel uit een stelletje lapswansen? <laughs> Dit is Frederik de Persozie, Maar bestaan wij dus met z'n allen, ja, 90% uit lapswansen? Sukkalino's? Trinhola's? Ja, dan kunnen wij alleen maar geleid worden... door, uh, ja, doortrapte mafioze bendes... waarmee hij bedoelt... de katholieke kerk. Dus Frederik Teppersorgis zegt... dat wij... onder het juk zitten... van de katholieke kerk... dat is onze eigen stomme schuld. Niet zozeer naar die kerk toe... maar naar het feit toe... dat wij niet deugen. En doordat wij niet deugen zijn wij ontvankelijk voor zo'n noem het maar virus, ziektekiem, schimmel als de katholieke kerk. Dit zijn de woorden van Frederik Persossi. En heeft Frederik Persossi daar gelijk in? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet niet wat je daar nou op moet zeggen. Ik wil je ook bij deze, jou dus, die hier naar luistert, ook vragen om daar met mij over na te denken. Is dit zo, zoals Frederik Tuppersoorsi dat zegt? Verdienen wij niet beter? Is het ons verdiende loon? Ik heb een uitzending gehouden met als titel De straf van Nederland die ons eigen schuld is, of zo. En daarin ben ik op dat moment van mening dat het onze eigen schuld is. <laughs> is Nogal duidelijk, in de titel. Ja. Maar is het nou echt zo? Ik, ik ben er nog niet helemaal uit, hoor. Dat is ook denk ik niet belangrijk. Ja. Wat maakt het nou uit wat ik ervan vind? Wat maakt het uit wat Frederik Terpersorti ervan vindt? Kijk, of Frederik Terpersorti heeft geen gelijk, dus wij verdienen een betere overheid dan de katholieke kerk. Nou, in dat geval moeten wij de katholieke kerk afzetten. Nou, oh, dat is behoorlijk onmogelijk, lijkt mij. Maar goed, dat is dan de opdracht. Of hij heeft wel gelijk. En dan moeten wij onszelf gaan veranderen. Dan moeten wij moreler gaan worden. Ja, te beginnen bij wie? Ik ben zo iemand die bij de supermarkt zegt: van... hé, hey, ik heb te veel teruggekregen. Als ik dan ben aan het afrekenen met contant of zo. Ik doe dan één keer in de week pinnen, vind ik wel zo handig. En dan kan ik ook precies in de gaten houden wat ik uitgeef. De, hè? Dus dan pin ik één keer in de week. En dat geef ik dan uit in de supermarkt. Dus dan betaal ik met contanten. Nou, en als ik dan te veel terug krijg, dan, dan zeg ik, hé, hey, dit is te veel. Oh. Zegt dan de kassier. Dat gebeurt niet zo vaak, maar als het gebeurt. Uh. Het is ook wel eens gebeurd dat ik zei: van Hé, hey, volgens mij zit het niet goed. En als iemand zegt: ja, het oh, oh, ja, eh, is de uh, zomerkortingsweken. Kijk. En ik zeg: oh, zomerkortingsweken. Oh, dat wist ik niet. En dan die kassier zal lachen: ja, zomerkortingsweken. Ik had het bij de HEMA, De afgelopen zaterdag was dat. Ik moest een klein aantekening een boekje hebben. En dan lag zo'n boekje met zo'n sticker erop. En dat is zo'n uh, aanbiedingsticker of zo. 1 euro. En de meisje legt een boekje neer op de toonbank. En het meisje zegt: Dat is 30 cent. En ik wijs zo op die sticker. van ja, wacht eens even, er staat 1 euro op. Oh, dat meisje, dat was zo'n dus, dus voorbeeld. Hè? Ja, zegt de meisje, maar dat, uh, op die kantoorartikelen zit 70% procent korting. 70%. Procent. Aantekeningenboekje gekocht voor 30 eurocent. Slik. Ja, ik ben zo. Ja, ik wil niet zeggen dat ik goed ben, maar. Ja? Dat, dat zal je mij niet horen zeggen, Maar ik weet dat er een hele hoop mensen zijn die als ze te veel terugkrijgen bij de supermarkt of whatever, dat ze denken: he, 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 steek ik lekker in mijn eigen zak. Niks zeggen, snel de winkel uit. Straks hebben ze het in de gaten. Die, die zijn er hoor. Ik heb die verhalen gehoord van mensen die uh, gaan op, gingen op vakantie. En dan sloten ze een vakantiereistoestandsverzekering af. En dan kwamen ze terug van vakantie. En dan gaven ze door dat de fotocamera gestolen was. En dat was dan helemaal niet zo. En dan hadden ze een deel van de vakantie weer mee terugverdiend. Nou, ja, klein beetje maar, maar toch. Hè. Dan kregen ze 100 euro of zo terug van de reisverzekering. Want ja, de camera was gestolen. En allemaal niks, die gegevens van tevoren van die camera. Allemaal alles bewaard hè, met de rekeningen en de manual. En de hele reutemateut. Uh... Ja, nou, mijn camera is gejat. En hier is een kopie van de rekening. En. Uh... Ja, dan gingen ze eventjes, uh, ja, als ze op Mallorca zaten of zo, even daar naar de. Hoe heet het ook alweer? Daar, die Spaanse politie? De Policia Nacional of zo. Even aangifte doen. En dan krijgen ze een aangifte mee in het Spanjol. Nou, ook een kopietje van maken. Heb je alles naar de Ora de of zo. Even later staat het op je, het op je bankrekening. Dat is gewoon keihard frauderen. Ja. Yeah. En al die vrouwen die vreemd gaan, ook al hebben ze kinderen, gaan ze gewoon vreemd. Ik heb het ook gezien hoor. Ouders die hun kinderen afbekken, die hun kinderen slaan, gebeurt ook. Afbekken, dat gebeurt echt heel veel. Hun kinderen kleineren. Dus als Frederik de Prozorge gelijk heeft. En dat het aan onszelf ligt en dat je het daar moet gaan oplossen. Ja, euh, euh, ja, wat is dan het meest aangename scenario? Want wat is nou onmogelijker? A, dat je de katholieke kerk afzet. B, dat je ons moraliteit aanpraat. Dat lijkt me allebei nogal onmogelijk. <laughs> ja. Grosso modo, bottomline casino. Ja, het lijkt me nogal hopeloos. Maar dat is het niet, hoor. Het is, het is helemaal niet hopeloos. Niet waar. En waar de hoop vandaan komt, is ja. Uh... Ik zou zeggen, geef al je bezittingen weg. Scheelt je een hele hoop belastingen. Dat is een stop met al die ingewikkelde dingen. Koophuizen, hypotheken, zeurderige vrouwen, gewoon ik kappen man. en ben je een vrouw, dan uh, ja, jij bent verstandig. Want ik ken wel van die vrouwen hoor. Die zijn hartstikke rationeel. Hartstikke open-minded en zo. Ja, die vrouwen die ik ken, die echt zo zijn. Echt gewoon heerlijke mensen zijn dat. Ja, die hebben gewoon een goede kerel. En die doen ook helemaal niet rijk. Ja, daar heb ik ook helemaal niks aan te, aan te bevelen of zo. Die doen het toch al uh, ja. zo goed mogelijk. Maar voor al die mannen die bezig zijn met een carrière. en weet ik veel wat allemaal. Ja, hou daarmee op, jongen. Echt hoor. Wat zal je op vakantie gaan naar Oostenrijk? Wat moet je dus zoeken, man? Ik heb zo'n tandarts. Ga ik binnenkort weer naartoe. En die heeft zo'n heel groot pand. Zo'n luxe toestand. Hartstikke had een allemaal. Ik, ik gun het die man van harte hoor. Er is echt uh, niks mis mee. Maar ik denk, ja, kost het procenten? En dan gaat hij op vakantie. En dan gaat hij helemaal naar Zweden. Ik denk, ja, het kost het procenten? Dus het is me even. Ja. Je moet je een beetje los zien te weken van dat. Uh, ja, van dat dagelijkse bestaan. Hè? Heb je een TV? Doe dat ding weg. Om het wat te noemen. Hè? Heb je een TV? Weg doen. Dat, dat scheelt je. Het enige wat ik nog heb hè, qua communicatiemiddelen. is een internetverbinding. En een mobiele telefoon. Dat is bij elkaar, is dat, pak een beetje iets van. 45 euro in de maand. Zo. En heb ik daarbij ook nog een vaste telefoon-dinges? Uh, dat heb ik nu nog, maar die ga ik opzeggen. Die gebruik ik toch niet. Ik dacht ooit: van het is handig voor als mijn mobieltje het niet doet met een KPN-storing of zo. Whatever. Maar laatste, werd die gigantische landelijke storing. Uh, ja, toen lag mijn, uh, mijn vaste lijn er ook uit. Dus hier. Yeah. En mijn mobiele lijn. En Sommige mensen kon ik nog bellen en de rest dan niet, dat maakt mij uit. Het internet deed het nog, dat kon je op internet zien dat er een landelijke telefoonstoring was, dan denk je oké. Okay. Dus mijn vaste lijn stop ik ook mee en dan schelpen dan weer zoveel euro in de maand. Misschien komt het door mijn leeftijd hoor, dat, dat ik er zo makkelijk over ben gaan denken. Maar aan de andere kant, ik dacht altijd al zo. Ik heb nooit zoveel gegeven om geld. Ik heb een hoop geld verdiend. En alles wat ik verdiend heb, heb ik ook weer uitgegeven. En ik heb het ook geïnvesteerd in mensen. <laughs> die geweldig goede ideeën hadden. En die bleken uiteindelijk allemaal niet zo geweldig te zijn. Heeft mij een hoop geld gekost. Dat huwelijk wat ik heb gehad. Dat heeft er geld gekost, jongen. Zou ik net al. Ja, dat, heeft, dat is een duur avontuur, was dat. Even voor de wet trouwen met iemand. Dat heeft me bij elkaar 200.000 euro gekost. Hoppakee. Dank u wel, Sinterklaas. Maar goed, had dat me dat niet gekost, dan had ik nu die 200.000 euro nog gehad. Was ik dan gelukkiger geweest? Nee hoe kom je erbij. Waarom? Nee, dat, dat, dat is voor mij geen geluksfactor, snap je. En dan terug naar die katholieke kerk, want daar gaat het over. Hè? Wat is dat nou? Hè? Nou, het is echt vrij simpel hoor. De, er zijn mensen en die hebben in de gaten gekregen dat als je planten houdt, landbouw of zo, hè? dan ben je de baas van de planten op een bepaald, in een bepaalde regio. Dat levert je zoveel in de maand op. Hè? Nou, en dan kan je ook nog dieren gaan houden. Of je gaat het allebei doen, dat je en dieren houdt en planten, kan ook nog. Ja. Nou, dat levert je dan zoveel in de maand op. En wat je ook kan doen, is dat je mensen gaat houden. En dat laatste, dat verdient het meeste. Dus ja, wij worden gehouden als, net als dieren of planten door een club. En die leeft van onze toegevoegde waarde. En ja, dus als wij gaan werken voor een baas, dan wil die toezichthouder die wil 40% van wat wij toevoegen aan waarde. Ja, want wij zijn voor die baas wat waard. Hè? En dan, zeggen, dan werken wij zoveel uh, dingen. En dan zegt die baas: als, die, als die baas dan zegt, nou daar heb ik wel honderd uh, voor over. Uh, dan zegt die club: oké, okay, dan willen wij daar veertig van hebben. Ja, dus wat die baas honderd kost. en wat hij dan kwijt wil zijn voor onze arbeid. honderd maakt niet uit. honderd uh, zelotties of zo. Honderd punten van mijn part. Of zo. En dan zegt de toezichthouder: Oh, mag ik even veertig? En hoe harder wij gaan werken, uh, des te meer uh, wij waarde toevoegen, des te meer onze bazen ons gaan betalen, des te meer die toezichthouder krijgt. Ja, maar dat is even leuk. En dan krijgen we als doekje voor het bloeden, als een soort pleister op de wonden. Dat als er dan een bedrijf failliet gaat of zo. dan krijgen wij WW-uitkering. Of bijstand. Nou, dat is ook wel leuk. hoor, daar hebben we niks mis mee. Of je van mij niet af te schaffen. Maar dat staat niet in verhouding tot, dat wij, tot wat wij al die jaren betaald hebben. He? Zo, ik heb bijvoorbeeld aan gezondheidszorgstoestanden. Daar heb ik een godsvermogen aan betaald. Ga er maar uit dat ik daar gemiddeld over de afgelopen 30 jaar. Dat we daarvan uitgaan. De afgelopen 30 jaar. Dat ik gemiddeld per maand 300 euro heb betaald. Dus dat is. Uh, 300 keer 12 is uh, 3000 plus 2 is. Zeg maar voor het gemak afgerond 4000 per jaar. En dat keer 30. Ja, daar schrik je van, hè? En nou zeg dan: noem uh, eens even 3000 per jaar. Iets meer, dan ronden we het naar beneden af. 3000 per jaar, en dat keer 30. Dat is 90.000 euro. En uh, wat heb ik daarvoor teruggekregen? Nou, uh, er is een vrat verwijderd onder mijn linkervoetzool. Nee, nee, was niet op mijn voetsel. Die heb ik nu. Nee, wat bij mijn Achilles-dinges. Uh, Pees. Dus Daar zat een vrat. Die is eruit gehaald, weggesneden. En ik heb uh, advies gekregen wat ik moest doen met mijn lage rugpijn. Dat was ongeveer 20 minuten. Ik heb oefeningen opgedragen: van je moet dit gaan doen, je moet dat gaan doen. En. Uh, ja, voor de rest, ja, ik, ik heb nog een keer. Toen had ik exceem. En toen zei die arts tegen mij van ja, uh, dat was een antroposoof. En die zei: Nou, we gaan niet werken met die hormoonalende. Dat kan je ook doen, dan krijg je hormoonzalf. Maar zei Nee, gaan we niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. En toen moest ik van hem kalk slikken. Uh, ga jij maar aan de kalk. Had hij receptje vooruitgeschreven. Dat is een, een potje met kalk. Echt pure kalk. Maar een medicinale kalk. Ik had ook naar de bouwmarkt kunnen gaan. <laughs> En daar zo'n emmer kalk kunnen kopen. Maar dan weet je niet wat erin zit. Een medicinale kar, kalk. Een oh, calciumoxide of wat. Ja, dat was het, denk ik. Oh, wacht even. Nou, nee, ik heb ook nog een keer. Nee, nee, dat was ervoor. Ik had gezegd de afgelopen 30 jaar. ja. Nou, 90.000 euro. Dat lijkt me nogal ruim betaald, vind je niet? Nou is mijn leven nog niet voorbij en misschien krijg ik ze dadelijk wel iets heel verschrikkelijks en dat ik dan eh, elke dag weer in het ziekenhuis ben of zo. Voor het eerst van mijn leven, het zou kunnen. Ja. Maar er ziet het niet naar uit. En zo wordt er van ons geleefd. En ze maximaliseren dat. Nou, en nu is het zo dat degene die baas is van mensen. en die verdient er lekker aan. die doet dat puur voor de poen. Want anders ga je niet zomaar de baas lopen spelen over mensen. Want waarom zou je dat anders doen? Dat is kwaadaardig namelijk. Dus dat doe je voor de poen. Dat doe je uit egoïsme. Dat doe je uit hebzucht. Dat doe je uit hechting, zou Boeddha zeggen. En dan wil je alsmaar meer. Dus die mensen die gaan landje pik lopen spelen. Dus de koning van Duitsland gaat ruzie maken met de koning van Silesië. En uh, die pikt Silesië in en zegt dat is voortaan Duitsland, want dan heeft hij meer koeien. Ja, zeg maar mensen dus, hè, maar meer. hoe moet je noemen, meer individuen die waarde toevoegen. En dus die. die machthebbers. Die voeren een strijd onderling om de macht. En dat is niet echt duurzaam. Want ja, dan heeft Duitsland even gewonnen van Silesië. Maar uh, die Silesiaanse familie krijgt er toch een beetje de pest overheen. En die zijn dan weggejaagd. En die, die, en die komen dan weer terug. En, en, kortom, dat is een soort eeuwigdurende oorlogvoering. En het antwoord is dat je. Um, dan bij elkaar komt, in het geheim dan natuurlijk, en dat je dan gaat afspreken van nou zullen we ophouden met onderling oorlog te voeren en elkaar dan ja dan gaan we de macht onderling verdelen. En daar komt het idee vandaan van één wereldregering en dat er dan per toer beurt geregeerd mag worden. Dat is het. Nou, allemaal heel eerlijk de macht verdeeld. Dus de ene familie uh, zo vaak per jaar mag hij wat zeggen of er zoveel jaren aan de macht en, uh, en dan mag die andere familie weer en dan weer dit. Dat, dat hebben ze onderling afgesproken. Nou en wat ze erg belangrijk vinden is om ook het, het religieuze van de mens, dus niet alleen het economische... Ja, dus daarin waar wij waarde toevoegen, dat is de economie. Dus werken is niets meer als waarde toevoegen. Dus onze toegevoegde waarde als mens is de totaliteit daarvan, is de economie. Ja, die wil je onder controle houden. En het andere is dat je de geestelijkheid, de spiritualiteit, de, de, de metafysica van de mens, de, de vraag naar de zingeving, de vraag naar moraliteit en al die dingen, dat je die ook bestuurt, dat je die ook onder controle hebt. En dat laatste is erg belangrijk, omdat als die zoektocht naar zingeving. Als die zelfstandig opstaat vanuit het volk, dan krijgen ze in de gaten dat jij als machthebber immoreel bent. En dat moet je niet hebben. Want dan val je door de mand. Dus je hebt een mechanisme nodig waarin je altijd het vingertje omhoog kan houden. En dan tegen het volk kan zeggen: Jullie zijn stout. Je hebt zo'n gezegde, de pot verwijt de ketel, dat die zwart ziet. Nou, stel, je hebt, een, je hebt een pot en die is hartstikke zwart en er is een ketel en die is helemaal niet zwart. En dan gaat die pot die gaat doen alsof de ketel hartstikke zwart is. Dus wij hebben dus een overheid die ons gaat lopen vertellen dat als wij moeilijk gaan lopen doen over sodomie, om het maar wat te noemen... Mensen die hun levende bestaan in hun lichaam hier op aarde. Uh, verspillen. met het najagen van seksuele activiteiten. en doen alsof dat echt geweldig is. En als wij daar dan. Uh, ja, dat we die mensen. Uh, ja, niet leuk vinden, vinden we niet aangenaam, willen we liever niet mee omgaan. En, en dan worden wij beticht wat wij uh, aan het buitensluiten zijn. En dat we dat moeten accepteren, dat, dat sodomie erbij hoort. Ja, de ene mens is moreel, de andere mens is sodomiet, maar de morele mens moet omgaan met de sodomiet, want anders is hij niet moreel. Maar zo zit het niet in elkaar. De morele mens gaat niet graag om met een immoreel mens en sodomie is een teken van immoraliteit. Punt. Ja, en sodomie, even voor jou info. Dat uh, is wat men deed in de stad Sodom. En dat was seks om de seks. En dat uh, maakte niet uit. Of het een mannetje, vrouwtje was, klein kindje. Uh, dat maakte niet uit. De. Uh, de the, the thrill op zijn Engels. Noem je dat? niet de lusten. Maar de. De opwinding of zo. Van het klaarkomen. Noem het maar uh, de, de orgasme-georiënteerde mens. Ja... En dan zie je dus dat ze aan de ene kant willen ze die orgasme georiënteerde mensen die mag niet buiten gesloten worden, die moeten we allemaal accepteren, die moeten we lief tegen doen. En aan de andere kant zie je via de media dat ze ons bedelven onder orgasmische informatieprogramma's van hoe je nog lekkerder klaar kan komen. Ze zitten het nog te propageren ook. Ja. Ja, dat is de Katholieke Kerk. Heeft, de Katholieke Kerk heeft niets te maken met de Bijbel. Begrijp me goed, hè? Dat zullen veel katholieken uh, voor zover ze. Uh, ik heb het idee dat de mensen die zich katholiek noemen, punt 1, helemaal geen Bijbel lezen. Want er staat er heel duidelijk in, wat is het? Matthäus 23, vers 9. Ik pak hem er even bij hoor. King James. En Matthäus is dus het eerste evangelie. Kijk ik nou gelijk hebben. Je weet het niet. Ik ben niet zo'n hele goede Bijbel uit mijn hoofd kenner. Maar... Ja, ja, ja. Puntje voor Perry. Matthäus 23, vers 9. And call no your father upon the earth. For one is your father. Which is in heaven. Neither be ye called masters, for one is your master. Christ. Kijk, uh, iemand die katholiek is, die overtred. Dit. Ja. Dit is bij wijze van spreken, om het even helemaal, helemaal op scherp te stellen, als iemand katholiek is, dan vraag ik als eerste: Heb je eigenlijk wel een Bijbel? Als ze zeggen: Ja hoor, ik heb een Bijbel. En dan zeggen: Mag ik hem even van je vasthouden? Dan ga je naar Matthäus 23, scheur je dat hele hoofdstuk scheur eruit. En dan zegt hij: Je ja, maakt mijn Bijbel kapot. Dan zeg je, Ja, welke helft wil je hebben? De rest van het boek zonder Matthäus 23, zodat je dat gebod in ieder geval niet kan overtreden? Of deze pagina's van Matthäus 23, zodat jij je eindelijk kan gaan houden aan het feit dat je niemand op deze aarde je vader mag noemen? Kiezen nu. Nee, dat onderscheid moet er gaan komen. De, een, een vriend van mij, kennis, vriend, zeg maar. Katholiek opgevoed, katholiek ingeschreven. Meneer is momenteel atheïst en schrijft zich niet uit. Ja. Wie zwijgt stem toe, hè? En dan gaat hij vervolgens nog een keer zeggen: Ja, de hele Bijbel bevat alleen maar onzin. Ja. Nee, de mensen die katholiek zijn, dat is een ernstig probleem. Een excuus is op zijn plaats. Een excuus naar alle christenen, hun nakomelingen die vervolgd zijn, punt 1. En een excuus naar de rest van de wereld. En dan heb ik het nog niet eens over die tak. Van het katholicisme en dat noemen wij het mohammedanisme. Dat is katholicisme. Hè? En op deze aarde zijn er uh, van 2 miljard katholieken plus nog eens 2, 3 miljard mohammedanen. Hè? Bij elkaar is het uh, 5 miljard van de 7 miljard mensen op deze wereld. Dat is een hoop, man. 70 procent dacht ik. En het enige geloof wat daar als een rots tegenin staat in die branding van waanzin. Is het christendom? Ik laat even een pauze vallen. Maar dat je even weet hoe het zit. En dit zag ik niet uit mijn duim. Hier heb ik heel goed over nagedacht. En ik ben niet de enige die dit zo stelt. Want er is maar één boek op deze wereld. waarin gesproken wordt over een den duivel. Ook wel bekend onder de naam Satan. En dat is de Bijbel. Dan kan je nog zeggen van ja, maar in de Koran of in de Hadith dat is van Mohammed. wordt er ook wel gesproken over Satan. En er, ja, volgens mij is dat ook zo. Maar die borduren voort op uh, dat wat in. Het Oude Testament staat. En uh, wat Christus heeft gezegd. Want Christus heeft het ook gehad over Satan. Hè? Wij de christenen weten van de antichrist. Dat je het even weet, dat jij het weet, snap je? Hey, dat ik het weet, dat is wel duidelijk. En dat ik geen angst heb, dat is ook wel duidelijk. Dat je met mij geen medelijden hoeft te hebben, dat is hopelijk jullie duidelijk. Dat zou ik echt een enorme tijdverspilling vinden. Als er iemand op deze wereld was die medelijden had met mij. Dus ik zou weten wie dat is, dan zou ik hem gelijk een sms sturen met de boodschap, hou mij op. En ga je wel wat nuttigs doen, ga spelen met je grote teen of zo? Dat is nuttiger dan medelijden te hebben met mij. Maar ben jij ook zo ver dat jij dat kan zeggen? Ja, wees eerlijk. Maar bedenk goed dat die katholieke kerk. Die. Die gaat niet veranderen. Die is niet veranderd. Het is nog steeds dezelfde moorddadige organisatie. Deze mensen gaan overlijken. In 2010 heeft er een artikel gestaan in Die Welt. Dat was een Duits maandblad of zo, weekblad. Echt een vooraanstaand uh, gebeuren. En een artikel daarin uh, was dat, de legaal, dat het in Vaticaanstad legaal is om als volwassenen uh, seksuele verrichtingen te doen, te hebben. Met mensen van 12 jaar. Dat is legaal. 13 jaar natuurlijk ook, 14 jaar ook, 15 jaar. Maar. De jongste leeftijd legaal toegestaan. in 2010. was 12 jaar. Nou, ik weet niet wat jij ervan vindt. maar ik vind dat schandalig. Ik weet nou wel dat mijn dochter 12 was. Die speelde toen nog met. Uh, nou, was ze. Ah, toen zat er wel een beetje schot in. <laughs> toen was ze een beetje afscheid aan het nemen van de Playmobil. Maar daar heeft ze nog heel lang mee gespeeld. Ik heb er ook op toegezien dat mijn dochter lekker kinderlijk bleef. Ik denk, ja, volwassen doen, dat kunnen we altijd nog. Ga jij maar lekker kleien en tekenen en knutselen. En, en toen zei, was ze denk ik wel vijftien of zo. Nou, toen kreeg ze dan een vriendje. Van haar eigen leeftijd natuurlijk. Niet dat ze aankomt met een kerel van 21 toen ze 15 was. Ben ja, maf. En in Nederland is het dan zo dat als je, ja, als je volwassen bent. en het gaat om consensuele seks. dus seks waarbij het van beide kanten, ook van die andere kant. uit vrije keuze is. Niet tegen een financiële vergoeding of een andere vergoeding. In Natura of zo. Dan mag het vanaf 16 jaar. En als het tegen betaling is, mag het vanaf 18 jaar pas. Nou, en in de Vaticaanstad. Uh, ja, 12 jaar en ouder. Hoppakee. Gewoon toegestaan. Er is een paus geweest en die hield orgieën. Ja, je gelooft je eigen ogen niet, oren. Nou, je kan er niet bij geweest, maar het is opgeschreven door iemand in die dagen. Er werd ook schande van gesproken en die maakten het dan te bond. En nou, dan kon er weer iemand zeggen, ja, zo dat kan dat ook niet, hoor. Nou, toen hebben ze een beetje ingebonden in die zin dat het dan meer achter gesloten deuren ging. Maar de onzin ging gewoon door. Tuurlijk, joh. Maar het maakt die mensen ook helemaal niet uit. Want ze zien ons niet als gelijken. Nee, zij zijn de veehouder en wij zijn het vee. Echt waar. Prinses Beatrix. In de tijd dat ze nog uh, prinsesje was, hè? en dat haar moeder, dat was toch Juliana, dacht ik. Hè? En die zat nog op de troon, en, um, en zij was dan, uh, weet ik veel, zeventien of zo, en daar was ze op vakantie geweest. En dan kwam ze terug van vakantie, en, uh, en ik kreeg ze een interview met de, de TV en er werd aan haar gevraagd van hoogheid hoe was het op vakantie en toen heeft zij gezegd <laughs> toen heeft zij gezegd oh zes ze, het was heerlijk om even te zijn onder de onzen waarop half Nederland dacht van hè wat sorry onder de onzen Zijn wij niet gelijk jullie? Nou, het antwoord is nee. Dan kom je erbij? Zij beschouwen zich als de onzen. Je hebt dat koninklijke slot. Dat heet Drakenstein. Ze hebben een boot. En die heet de groene draak. En dit is een foto van een koninklijke wieg. En boven het hoofd, waar dan als je daar een babytje in legt, boven het hoofd van het babytje zit een soort van toeter. En boven in die toeter, daar hangt een draak. Een klein draakje, 5 bij 5 centimeter of zo. Ik heb er een foto van gezien. de dragon people, die David Icke die, die David Icke jongen trouwens Ongelooflijk rare man, David Ike, die werkt voor die gozers, voor die of gozers, voor die mensen, die, die werkt voor die organisatie. Zal die niet zeggen, maar die werkt daarvoor. Ja, wat hij dus doet, wat David Eyck doet, is dan een beetje vertellen over uh, hoe het zit. En voor de rest alleen maar onzin. En wat David Eyck dan mee komt, dat zijn die reptilians. Ja, waar hij aan refereert, dat is de, de dragon people. De mensen die dus beweren dat ze, uh, weet ik veel, uh, in de vierde dimensie leven of whatever. Dat is hun verhaal. Zij zijn anders dan wij, snap je? Dat bedoelde Beatrix toen ze terug was van vakantie. Het was zo heerlijk om even onder de onzen te zijn. Zij beschouwen zichzelf als anders. Wij zijn voor hun vee. Het is onze taak om waarde toe te voegen, zodat zij daarvan kunnen leven. En meer niet, voor de rest moeten we onze mond houden. En hun apparaat, waarmee ze dat dan doen, ons het zwijgen opleggen, dat is de katholieke kerk. Op alle fronten. En dat we atheïst zijn, bijvoorbeeld, zoals Marco, die is katholiek opgevoed. En dan nu is hij dan atheïst en dan vindt hij zichzelf een soort rebel of zo. Ja, je, ja, Ik vind atheïsme ja, ononderbouwd. Geloof me, dat als jij atheïst bent ja, en jij en ik gaan een discussie aan over atheïsme, ik denk dat ik je binnen vijf minuten heb ik je klem. En binnen vijf minuten ga je mij. Uh, in de reden vallen, je gaat mijn woorden verdraaien, je gaat over iets anders beginnen. Je... God, omdat ik je klem heb. Je gaat geen antwoord geven op mijn vraag, hè? dan ga ik jou. Stellen, ik ga waarschijnlijk, als ik met jou een discussie ga krijgen over atheïsme, ga ik jou vragen stellen, om te weten waar je staat. En dan ga je mij ontwijkende, antwoord, ontwijkende antwoorden geven. Je gaat vragen beantwoorden die ik niet stel. Dat is de grote truc. Dus ik stel een hele concrete vraag die je kan beantwoorden met ja of nee. En dan ga jij een bespiegeling houden over iets. Terwijl ik een concrete vraag stel. En het is omdat je je dan in het nauw gedreven voelt. En dat je je in het nauw gedreven voelt komt omdat ik je klem zet. Want als atheïst heb je geen poot om op te staan. Echt helemaal niks. Het is uh, jammer. Het is echt heel jammer. Het is ontzettend jammer. Het is, zoals ik zou zeggen, het is jammer. Het is jammer, maar helaas. Dat is Winthe Schippers, by the way. <laughs> ja, het is jammer, maar helaas. Atheïsme is geen overtuiging. Er zit geen logica achter. Achter een geloofsovertuiging wel. Hm? Ik had het met, uh, met Marco. Die is dan ook atheïst. En die had het dan zo ver... dat hij dus... Uh, hij, hij kon nog maar één ding doen. En in het schaken... heet dat een desperado move. Uh, en er zijn pareltjes van bekend hoor, desperado moves, dat iemand helemaal klem zit. En dan pakt hij met z'n toren, pakt hij maar een pion, of zo hè? Dan maar een pion slaan met je toren. De meest belachelijke set die je maar kan doen, waarbij je je toren kwijtraakt. Maar je hebt dan een pion gewonnen. En, en er zijn schaaksituaties waarin zo'n desperado move jou ergens brengt. Die zijn er. Maar in het echte leven, ja. ja. Zijn die er dan ook? Nou, ik dacht het niet. En Marco, die had ik zo klem. We hadden het over evolutie en dingen. Want ja, als je atheïst bent, is er dus niet een onbewogen beweger die de hele boel heeft gestart. Hè? Dan is alles vanuit zichzelf begonnen met een Big Bang, dus. En Marco begon daarmee van, ja, ik geloof in die Big Bang. Ja, ja. Nou, toen had ik een klem gekregen en toen trok hij dat in. Toen zei hij, ja, ja, nee, die Big Bang, laat maar zitten. Er is nooit een Big Bang geweest. Alles was altijd al zoals het was. Dus dan hoef je ook niet na te denken over een genezen. Dan is er geen... Ontwikkelingsleer. Want er is geen ontwikkeling. Snap je? Als er geen Big Bang was, dan was de aarde er altijd. Dus dan hoef je je ook niet af te vragen waar die vandaan kwam. Want uh, ja, de aarde was er. En wat er ooit was, dat is er nu nog steeds. Dus dat is geen wonder. En toen was ik al een uur met Marco aan het praten. En toen dacht ik, nou laat ik nou maar stoppen. Maar ik had hem toen nog even door kunnen zetten, by the way. En dan had ik de entropie erbij gehaald. <laughs> uiteindelijk, ja, uiteindelijk krijg je iedereen een klem. Als je het wetenschappelijk aanpakt, heb je iedere atheïst onderuit gemaaid. Dat is geen bewijs dat God bestaat, dat weet ik ook wel. Maar je kan aantonen dat als je, niet, als je maar blijft hameren dat er niet zoiets is als God. En dat alles maar bestaat uit uh, atomen. Dat het heet het atomisme, by the way. Of het materialisme. Het zijn de atomen, die doen alles. Ja, dat kan je niet volhouden. En dat is het. Aannemen dat er niet zoiets is als God, dat leidt tot onzin. Nou, dan leidt het aannemen van God mogelijk tot zin. Snap je? En al het andere dus niet. Het is echt best simpel. Ex falso sequitur quodlibet. Uit het ongerijmde volgt wat je maar wil. Dus aannemen dat God niet bestaat, dat is het atheïstische standpunt. Het aannemen dat God er niet toe doet. Op geen enkele zin. Ja, uh, die, ja dat leidt tot bullcrap. Dat leidt tot onzin. Dus is die aanname niet goed. Met logica. Ik kan er niks aan doen. Dat er zoiets, zoiets bestaat als logica. Ik kan er ook niks aan doen dat logica heel erg veel lijkt op het woord logos. En ik kan er ook niks aan doen dat logos ook wel de naam is van Christus Jezus. Daar kan ik allemaal niks aan doen, snap je. Dat is niet mijn schuld. Logos is taal namelijk. Christus heeft gezegd van zichzelf, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Hoe kan je nou van jezelf zeggen dat je de waarheid bent, als je het woord niet bent? Want alleen het woord kan waarheid zijn. Snap je? Johannes 1 vers 1, in den beginnen was het woord en het woord was bij God... En het woord was God. Ik vind het zo'n mooi vers. Ik pak hem nog even en dan ga ik stoppen. Tja, ja, kijk eens in één keer open op de goede pagina. De Holy Spirit is Wisus. In den beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Jeetje man, ik heb gelijk zin om nog een uur hierop door te gaan. <laughs> Maar dat doe ik niet. Dan wordt het veel te lang. Ja. Het is de remedie, hè? de Bijbel is de remedie tegen het katholicisme. Knoop het in je oren, van achteren en van voren. Serieus hoor, dat is geen geintje. Want er is hoop. Zo'n zo zo spreekwoord, hè? Als je. als het echt heel, 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 maar helemaal onderin zit. Ja, dan kan je op een, op een gegeven moment. Kan je niet verder meer omlaag. Dus wat rest er dan nog? Ja, Dat het omhoog gaat natuurlijk. Arthur Schopenhauer heeft gezegd. In het begin van de 19e eeuw. Het allerergste komt nog. The worst is yet to come. Arthur Schopenhauer kon ook Engels. Hij heeft het niet gezegd op zijn Engels. Hij zei het in Duits natuurlijk. Maar het allerergste komt nog. Dat zei hij toen. En als ik nu kijk. Na de samenleving, dan denk ik: wauw, het kan nog wel wat erger. <laughs> eh, helaas, sorry, echt waar. De, weet, niet zo heel lang geleden was de BTW omhoog gegaan van 19 naar 21 procent. En heel toevallig, uh, dat weekend daarop, had ik mijn moeder en haar man uitgenodigd om uit eten te gaan hier in Arnhem. Als uh, een soort. Uh, een beloning, wie de goed mag doen of zo. Want ik had een tijdje bij hun mogen logeren. Ik was hier uit mijn woning gezet. Voor een verbouwing. Niet uh, zelf veroorzaakt of zo. Dan in de woningbouwvereniging had gezegd: van, uh, Het lijkt ons een goed idee dat u de huur door blijft betalen. Maar dan wel gaat wonen bij uw moeder. Want uh, wij gaan eventjes de boel verbouwen. Nee, en dat heet geen renovatie. Want anders moeten wij uh, vervangende woonruimte uh, regelen. En daar hebben we geen zin in. Dus die woningbouwvereniging was ook niet gek. Maar ik heb netjes mijn huur betaald. En bij mijn moeder gaan zitten. Die heeft mijn moeder ook nog moeten betalen, natuurlijk. Maar dat was voor het eten. Zo. En toen heb ik ze uitgenodigd: van, Nou, kom jullie maar lekker naar Arnhem. En dan gaan we lekker op kroegentocht. Dus eerst naar Café de Wacht gegaan. En toen zijn we lekker gaan eten. En toen zijn we naar het streetcafé gegaan. En... Uh, uh, toen heb ik ze nog. Wat meer dan? Uh, bij het station dus moesten nog even wachten op de trein. ze zei: kom. Dan krijg je nog een koffie met cognac of zo. Of Irish koffie of zo. Nou, ik heb ze wel goed geverteerd. Maar in elk geval, we zaten in een café de wacht. En ze waren heel blij over twee dingen. Het ene waar ze blij over waren was dat Den Haag eindelijk een beslissing had genomen en de btw was omhoog gegaan van 19 en 21 procent en dat was een goed bericht. Maar nou, ik vind dat helemaal geen goed bericht. En het tweede goede bericht was dat uh, de rechten van de homo's, uh, van de sodomieten, uh, die werden uitgebreid en ze mochten nu ook kinderen gaan adopteren. Of zoiets. Vonden ze ook een goed bericht. En dan denk ik, nou, het kan nog erger. Het gaat nog veel te goed met ons. De, de BTW moet, denk ik, eerst van 83 naar 87 procent. En dan gaan wij eens op onze kop krabben en zeggen: van, Goh, 87 procent BTW op het kraanwater, dat is toch wel veel? <laughs> zou je ook een btw-percentage kunnen hebben van meer dan 100%. Ja, waarom niet? He? Dat je 1,10 euro betaalt voor je kraanwater... en dat er dan 1,05 euro naar de overheid gaat. Die zegt, ja, dat is de toegevoegde waardebelasting. He? Van in dit geval 1000% of zo. En waarom zou dat niet kunnen? Waarom moet de belasting op de toegevoegde waarde... Dat trouwens maar één van de belastingen is op de toegevoegde waarde. Want loonbelasting is ook belasting op toegevoegde waarde. Zo kan ik er nog wel meer verzinnen. Accijns is er ook één van. Hè? Maar Waarom zou de belasting op de toegevoegde waarde minder dan 100% moeten zijn? Dus Wiskundig gesproken is er helemaal niet nodig. Je kan bij best een btw-percentage hebben van 530%. Waarom niet? Als het volk er een keer aan gewend is. Poef. En zo te zien, kunnen we nogal wat lijden. Dus nou, ik denk dat het toch nog nog even doorgaat met erger te worden. Of het is alleen mijn moeder en de man die er zo positief over denken. Maar de toekomst zal het leren hoor. Maak je niet te veel zorgen, zou ik zeggen. Vestig je hoop op Christus. Vestig je hoofd op de logos, op het woord, op de waarheid, op de weg en op het leven. Hè? En op zijn hamburg hier. ik tjus, een taak, liebling.